Whoa, the longest for the longest time. Whoa, the longest for the longest. If you say goodbye to me tonight, there would still be music left to write. What else could I do? I'm so inspired by you. That hasn't happened for the longest time. Ivo, heb je het bord niet gezien? Of, bord? Ja, het is een no-smoking zone. Dit. Ja, sorry jongens, dat denk ik weer. Goedenavond, dames en heren. Dit is Ivo, dit is Tim en ik ben Matthijs. En wij zijn Grappen en Grollen. Nou ja, zingen kunnen we dus. En we willen jullie vandaag graag meenemen in een klassiek dagje in het leven van Grappen en Grollen. Ja, het begon gisteren. We gingen naar de stad. Naar een dierenwinkel wel te bestaan. En wat is nou leuk om te doen in een dierenwinkel? Nou ja, dus sta ik een jointje op. En ineens achter me hoor ik, dus kijk om, zit daar een goudvis in zijn kom en die zegt, ja, hey, mag ik ook een trekje? Dus ik zeg, waarom dan? Ja, dan word ik haai. Nou, op het gegeven moment kijk ik om, zie ik vier konijnen een lekker potje kaart. Dus ze waren aan het pokeren met z'n vieren en opeens houden ze ermee op. Kijken allemaal een beetje verdrietig. Dus ik loop rustig heen en ik zeg, jongens, wat is er aan de hand? Jullie waren zo leuk aan het kaarten. Ze zeiden, ja, het was wel redelijk gezellig en zo. Maar op een gegeven moment hadden we alle klaver opgegeten. Stoned als we waren, keken Tim en ik elkaar aan en vroegen ons af, waar is Matthijs gebleven? Half uur later komen we weer tegen met een pan onder zijn arm. En ik vraag aan Matthijs, hoezo heb je een pan onder je arm? Zegt hij, ja, dat heb ik gestolen. Waarop die andere, hè, gestolen? Van waar heb jij een pan gestolen? Dit is een stilpan, zegt hij. Nou ja, we besloten dat het misschien leuk was om die avond een hapje te gaan eten in de stad. Dus ik ben al naar een restaurant en ik vraag, kunnen we vanavond bij jullie eten? En dan zeggen ze, nee, sorry, we zitten vol. En dan zeg ik, ja, jullie hoeven niet te eten hoor. Tim's ID-kaart, bijna verlopen, dus we moeten een pasfoto maken. Ik vraag aan de fotograaf achter de balie, maak die pasfoto's? Zegt hij, nee, dat doe ik al een tijdje. Nou, op een gegeven moment lopen we wat verder door de stad, door de Diezenstraat, komen we langs de pepernotenwinkel. Nou, pepernotenwinkel. Deed me denken dat ik een tijdje terug had ik wat aandelen gekocht in pepernoten. Ik dacht echt, ja, die gaan wel echt in hun waarde stijgen, maar dat zijn maar speculaties, dus je weet het niet. Op de hoek van de straat zie ik een poolcentrum staan en ik vraag aan Matthijs, Matthijs, zullen we een potje poelen? Nee, daar ben ik helaas een tijdje terug mee gestopt. Gestopt? Wat zonde, hoezo? Ja, ik had geen keus. Nou, op een gegeven moment komen we aan bij het restaurant, komen we nog een vriend van ons tegen. Dus wij gaan met z'n vieren lekker zitten en raken een beetje aan de praat over op wat voor soort vrouwen we nou vallen. Ja, en over vrouwen ben ik altijd gewoon heel duidelijk. Ik hou van mijn vrouwen als van mijn goalscore. Boven de 80 en met een kleine handicap. Ja, dat is voor mij simpel, makkelijk antwoord. Ik hou van mijn vrouwen als van mijn whisky. 12 jaar oud en in de kelder. Nou, ik heb dan een iets normale categorie. Ik val gewoon echt op meisjes die ik echt niet kan krijgen. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Ja, is misschien een beetje moeilijk om uit te leggen. Ik kan maar even een voorbeeld geven uit het publiek anders. Zal ik even iemand aanwijzen dan? Ja, die ik dan zeg maar echt niet zou kunnen krijgen. Ja. Ja, jammer, jammer.
Nou ja, en op een gegeven moment kwam de serveerster en die vroeg of we wilden bestellen. En onze vriend bestelde eerst. En misschien is het handig om dan te zeggen dat onze vriend nogal stotterde, behoorlijk stotterde. En ja, hij had zin in een bord spaghetti. En tegen de tijd dat zijn bestelling doorkwam, hadden we 20 glazen spa op onze tafel staan. Nou, dus één spaghetti, Matthijs een pizza, ik een pizza, maar Tim moest weer wat speciaals. Ja, ik had al zin in een biefstukje, dus de serveerster vraagt van, ja, hoe wil je biefstuk? Nou ja, gewoon om mijn bord. En aan het einde kwam ze onze borden weer ophalen en vroeg ze van, hoe vond je je biefstuk? En ik dacht, ik zei, ja, tussen de friet en de sla was niet zo moeilijk. Zoals jullie zien kunnen we dus erg goed cabaret. Ja, wat kunnen we niet? Persoonlijk ben ik erg goed in imiteren. Ik zal het voordoen. Een van jullie zegt een dier en ik doe het na. Meneer met de blauwe trui. Ja, sorry. Met de blauwe trui een dier. Ik doe het na. Een kangaroo. Nou, we willen de act natuurlijk niet afsluiten zonder een wijze levensles mee te geven. Dus daar komt-ie. Ik zeg altijd maar zo, want dat is korter dan dierentuin. Dank u wel.